De kap gaat razendsnel. Duizenden essen moeten om in het Robbenoordbos en het Dijkgatbos bij Wieringen. Het gaat boswachter Maarten Duinker aan het hart. Ja, ik leef wel heel erg mee met de essen als je dit ziet. De essen zijn ziek. Een nieuw soort schimmeltastenbomen aan die daarna ten dode zijn opgeschreven. Ja, dat is gewoon sowieso af. En je ziet hier dus die aantasting. Dit is dus de kleine tak waar het begint, maar uiteindelijk pakt het dus de hele boom. En die staat zo dicht bij het fietspad of een gewone voetgangerspad of de weg of de A7. We zien het ook, als je daar kijkt. Allemaal essen die gewoon nu al ziek en eigenlijk al dood zijn. En zoals je hier ziet is de A7. En aan de andere kant zitten de essen al. En als ze dus ziek zijn, dan kunnen ze dus omvallen op de A7 of op het fietspad. Dus vooral die essen die een gevaar vormen, die halen we nu weg. Kijk, hier staan we nu op een fietspad, ietsjes verderop. En overal waar een oranje stip op staat, die je ook nu kan zien, en daar, die worden echt uit veiligheid weggehaald. Want stel je voor dat deze omvalt. Het werk gaat enkele maanden duren, maar de vraag rijst ook of de S voor goed wegblijft uit Nederland. Ik hoop het van niet. 10% is nu nog niet echt aangetast. En in de tussentijd kan er misschien hier iets nieuws ontstaan. Of hebben we alweer goede essen die het gewoon wel tegen de essentaksterfte, dat ze daar tegen kunnen. Die gaat de nieuwe generatie S in Nederland en hopelijk Europa en worden. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad langs de A7 tijdelijk dicht.